Vandaag is het tijd om te kijken naar de maand waarin wij games vroegen aan de Sint en de Kerstman en het jaar evalueerden in tientallen lijstjes. Met andere woorden, vandaag kijken we naar de laatste maand van het jaar, december. In december verschenen niet heel veel baanbrekende titels. Wel was een van de games waarmee we aan de slag gingen de nieuwe racetitel Gran Turismo 6. Deze game was een verbetering op het vijfde deel uit de serie, maar maakte veel gebruik van Leentje Buur en koos overduidelijk voor kwantiteit over kwaliteit. De racer voor de PlayStation 3 ging er uiteindelijk even goed vandoor met een hoge 8. Andere spellen waarnaar wij keken in december waren Wii Fit U en Rainbow Moon, die net als Gran Turismo met een 8 naar huis gingen. Een game die iets hoger scoorde was de titel Resogun, een launch game voor de PlayStation 4 die grafisch heel erg indrukwekkend was en verslavende gameplay biedt. Genoeg reden om die titel van Housemarque met een 8,5 te beoordelen. Zoals jullie je goed kunnen herinneren kwamen in november de nieuwe consoles van Microsoft en Sony op de markt, hoewel we in Nederland natuurlijk nog altijd wachten op die Xbox One. Maar vooral de PlayStation 4 die liet zijn spierballen zien en deed het heel erg goed. Zo goed zelfs dat de laatste console van Sony de snelst verkopende ooit werd. Een week na de release in Nederland werd bekend dat het apparaat wereldwijd al 2,1 miljoen keer verkocht was. Grand Theft Auto 5 kon het ook niet laten om zijn gezicht wederom te laten zien in december en wel over eventuele next-gen en PC-versies. Zo werd de PC-versie van de game door de Duitse tak van Amazon al een beetje aangekondigd en maakte in-game ster Laszlo in een interview bekend dat het spel ook naar de PS4 en de Xbox One zou komen. Rockstar heeft ondertussen nog steeds niets bevestigd over deze versies, dus voorlopig kunnen we alleen op de Xbox 360 en PS3 van Los Santos genieten. Een andere game die zijn gezicht liet zien in december was het vierde deel van Fallout. Volgens documenten die in handen kwamen van website Kotaku is Fallout 4 nu echt in ontwikkeling. Hoewel de naam van het spel niet expliciet werd genoemd, werd hier wel vaak naar gehint door bijvoorbeeld de zin War, War never changes. Fallout 4 zou zich volgens de papieren afspelen in Boston, maar Bethesda heeft nog niets officieel over het nieuwe deel in de serie gezegd. Iets waar wel wat officieels over werd bekendgemaakt waren twee nieuwe games van Telltale. De ontwikkelaar maakte in december tijdens de VGX Awards bekend bezig te zijn met een Borderlands spel en een Game of Thrones spel. Beide titels moeten nog dit jaar in 2014 het levenslicht zien. Zoals we net al vertelden was december de maand van de lijstjes. Zo konden jullie de top 5 van elke redactielid lezen en vroegen wij jullie naar de games waar jullie het meest naar uitkeken in 2014. Volgens jullie is dat maar één titel en dat is Watch Dogs. Daarnaast was op XGN een video te zien waarin de 10 beste trailers van 2013 voorbij kwamen. Denk aan kippenvelgevende video's van Child of Light en Valiant Hearts, The Great War, die allebei voorbij kwamen. Gelukkig waren wij in december niet alleen met lijstjes bezig. Zo pakten wij voor jullie onze in Duitsland bestelde Xbox One uit om te laten zien wat er allemaal in zit. En reikten wij natuurlijk de XGN Game of the Year 2013 Award uit. De winnaar van deze titel zal voor weinig mensen als verrassing zijn gekomen en was natuurlijk Grand Theft Auto 5. Last from our world came she. Treachery gave close chase. She raised her sword and flew. For she feared not the race. Then there's Lucky Freddy, the American volunteer who always seems to find his way out of danger. Anna, the rose of the trenches, who's knee deep in mud and blood, next to her boys. Spannend. Heel erg spannend. Wil gewoon naar binnen. Goeiedag. Je hebt Goeiedag. Er gewonnen. Dankjewel. Wat vind je ervan? Ja, we zijn hartstikke blij natuurlijk dat wij deze awards in ontvangst mogen nemen. En dat was het alweer voor de laatste maand van het jaar. Houd de site in de gaten voor onze wekelijkse updates van het laatste nieuws, recensies en de beste games en natuurlijk reportages van onszelf. Over een jaartje, dan zien we jullie weer terug met een nieuw jaaroverzicht. Tot dan!